Wel, ik ben weer teruggekeerd met een Minecraft minigame video en in deze video gaan we Egg Wars doen. Maar dit doen we samen met het Wiel de Vervloeking. Ik heb al eerder een video opgenomen met het Wiel de Vervloeking, maar dat was toen Skywars en jullie vonden het leuk en daarom gaan we het nu ook doen met een andere minigame en deze keer is het Egg Wars. Dus ja, laten we het wiel eens draaien. En waar komt die? Wow, we mogen geen eten gebruiken. Oké, deze kan wel lastig worden. Het zijn allemaal wel lastige challenges. En ik kan ook steeds solo Egg Wars doen. Ik speel eigenlijk bijna nooit Egg Wars, dus het zal wel ook even wennen worden om dit te spelen. Oké, we zijn net begonnen. Hier hebben we onze God Generator. En waar is onze Iron Generator? En dat is hier zo. En ook die kreeg hebben we 20 ijzer nodig. Ik denk dat ik beter snel mijn ei moet beschermen. Hier met deze blocks. Ik heb voor nu nog geen kit of zo. Ik weet dat het niet de beste bescherming is, maar het is tenminste iets. En ja, later kunnen we misschien nog wat de versterking wat beter maken. Hij heeft zijn ei nog steeds. Ik ga naar hem bouwen. Oké, snel bouwen. Ja, la 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 la. En het ei is kapot, zeker. Oké, we hebben al iemand uitgeschakeld. Vervelend is dat ik niet kan eten. Oh, ik dacht hier dat daar een speler was, maar het is gewoon ja, mijn villager die daar zit. En ik neem deze video ook op eens met de microfoon van mijn webcam. Dus laat even weten of jullie dit fijn vinden of ik toch beter mijn andere microfoon gebruik. Ik heb dit upgraden. En dat kan nu al. En voor een upgrade hebben we diamonds nodig. Ik begin al een klein beetje honger te krijgen. Ik kan het daar bouwen. Gelukkig kunnen ze mij nu niet afschieten, want ik denk niet dat ze nu al een boog hebben. Want de ei is hier ook al kapot. Ik heb wel iets nodig van een wapen. Een zwaard. Ook dit zwaard is nog zelfs nog beter voor mij. Ja, ik heb ook zeker blokken nodig. En misschien ook een betere pickaxe. Oh, je begint al wat serieus honger te krijgen. Even zien. Ja, doe maar. Het is maar 5 goud. En nu alleen kan nog blokken. Heel veel blokken. Dus we hebben nog. Ja, wij zijn donkerblauw, denk ik. En dan heb ik nog oranje en groen. Oké, fijn. Ik zal ze wel verslaan. Oh nee, mijn ei is kapot. Oké, please, laat hier iets van goud zitten of zo. En hier hebben we nog genoeg. Oké, tijd om op te krijgen. Doe wel de. Oh, dat is maar 8 goud. Je doet maar de chestplate. We hebben ook 10 diamonds. Oh nee, daar is het 10. Ja. Het was te verwachten dat we dit niet zouden overleven. Oké, weer eens draaien aan het wiel. Welke challenge heeft het wiel voor ons deze keer? Ik neem toch op, hoop ik. We mogen enkel TNT gebruiken. Oké, we hebben 10 goud nodig voor 1 stuk TNT. En dat is het enigste wat we mogen gebruiken. Het idee van TNT only kwam trouwens van Miranus. Dus direct komt nu in beeld. En je hebt ook de vorige video gekeken van het wiel de vervloeking hoe we Skywars deden. Maar hoe gaan we die TNT dan aansteken? Of gaat die dan automatisch aan? Ik wil even testen. Oh, die gaat automatisch aan, zie ik. Oké. Hier opblazen. En rip ei. Oh jee, daar komt al iemand aan. En ik heb snel wat TNT nodig. Heel snel. Oké, snel, snel, snel. Koop TNT, koop TNT. Hier TNT.
Oké, hij is er. Nice. Oh nee. Ja, ik mag trouwens ook wel voedsel kopen. Oké, opblazen. Oh nee, de TNT-truc heeft niet gewerkt. Nee, dit meen je niet. Het hij is al kapot. Oh nee. La 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 la. Weg van hier. Snel. Oké, zijn we toch aan ontsnapt. Alleen ons hij is kapot. En gevecht. Snel TNT. We hebben het niet zo goed gedaan. Oké, het is weer tijd om aan het wiel te draaien. De challenge wordt. Geen blokken plaatsen. Oké, dus we kunnen ons niet eens beschermen. De tenten zijn wel best groot. Het fijne is wel dat ik nu wel gewoon voedsel en andere dingen kan gebruiken. Het is enkel dat we geen blokken mogen gebruiken, want we mogen toch geen blokken plaatsen. Maar het is echt zo onhandig dat we nu op ons eiland moeten blijven. Want we kunnen hier toch niet weg. En hier is dus het ei. En die we niet eens kunnen beschermen met blokken rond te plaatsen. Ik haal dit hier wel even weg. Ah, dat kan niet eens. Mijn hamer gekregen. Nu zijn we bijna volledig in chainmail. Enkel nog de boots nog. En nu kunnen we ook onze boots upgraden. Daarvoor hebben we voor een beter zwaard even 16 goud nodig. Ik denk dat ik toch voor een zwaard ga en niet voor een bijl, want mijn zwaard kan je sneller aanvallen. En mijn bijl moet je echt lang wachten voor je weer kan slaan. Misschien ook wat kolen apples kopen. Ik ga er nu alleen kopen. Jammer dat er niemand tot mijn eiland komt. Anders hadden we nu al een beetje actie. Maar het voordeel daarvan is dat we nu toch wel wat tijd hebben om ons voor te bereiden. Oh, kunnen we een enderpearl kopen? Dan kan ik ook wel wat actie hebben. Dat is 64 diamonds en ik heb echt niks van diamonds. Oh, ik kan ook TNT kopen, was ik vergeten. Dat ik ook alweer kon. Oh. Oeps. Ja, ik was bij even niet aan top led. Ik was al top. En blijkbaar ben ik dood gegaan. Maar ons, hij is toch al kapot, dus dit overleven we niet aan. Oké, nog één challenge. Dit wordt de laatste challenge van de video en het is... Oké, we moeten een huis bouwen. Ik denk dat we wel makkelijk een huis kunnen maken hier. Alleen we hebben niet echt zoveel mogelijkheden qua blokken. Het gaat echt een heel erg simpel huisje worden. Ik bouw het huisje hier zo al. Ik kan even het ei beschermen. Oeps, we hebben geen ijzer. Zo. Nee, daar is al iemand. Nee, weg. Weg jij. Kan ik snel een wapen kopen? Nee. Ons ijs is kapot. Ja, nu zijn we eraan. Ik vind het goed geweest voor vandaag, dus hopelijk vond je het leuk. En als dat zo is, laat dan weten in de reacties. En dan zie ik weer terug bij een volgende video, dus doei!